Ja, Julius, het kan wel heel snel gaan met jouw carrière. Een jaar geleden speelde je nog voor de promotie naar de hoofdklasse en nu teken je bij Go Ahead Eagles. Ja, dat klopt. Het is heel snel gegaan. Ik ben vorig jaar van Kloetingen naar Dordrecht gegaan. En nu mag ik deze mooie stap maken om bij deze mooie club Go Ahead Eagles te gaan spelen. Ja, is het een carrière in een sneltreinvaart? Ja, denk ik wel. Ik denk dat het natuurlijk de stap van vorig jaar van eerste klas naar Jupiler League, dat was een flinke stap. Maar dit heb ik heb me snel aangepast aan het niveau en dit is natuurlijk ook een flinke stap weer. Maar goed, ik zal gewoon weer opnieuw moeten bewijzen en me laten zien hier zo. Ja. Je noemt het een flinke stap, maar als ik naar de ranglijst kijk in de Jupiler League, dan eindigt het Dordrecht gewoon boven Go Ahead Eagles. Is het dan wel een stap vooruit? Ja, dat denk ik wel. Als je hier om je heen kijkt en ik ben ook Deventer nog in geweest gisteren om een beetje te kijken hoe of wat. Het leeft hier heel erg en qua club, als je kijkt naar volgend jaar ook de staf en alles eromheen, denk ik dat het wel een flinke stap is, ja. Ja. Je komt uit Zeeland, je bent een Zeeuw, je bent een bakkerszoon. Ja, jij bent opgegroeid met Bolussen. Als je dan nu de keuze moet maken tussen Bolussen of de Deventer koek? Ik heb de Deventer koek nog niet geprobeerd, maar ik kan de mensen hier al een Zeeuwse Bolussen aanbevelen, want dat is wel lekker. Maar nee, ik moet een Deventerse koek nog proberen. Ja. Want over Zeeland gesproken, je hebt ontzettend grote scharen fans. Ik kan me een wedstrijd herinneren in de playoffs dat gewoon bijna een heel vak gevuld was met Zeeuwse supporters. Kunnen we die ook straks in Deventer gaan verwachten? Ja, dat klopt. Wellicht ja. Als er een mooi affiche is, dan denk ik dat ze wel een busje vol krijgen. En dan komen ze hier gewoon naartoe. Nee, ik heb echt al heel veel gisteren kwam het natuurlijk naar buiten en heel veel berichten gehad. Ze leven heel erg met mij mee vanuit Zeeland en dat vind ik echt heel mooi. En ik denk dat ze wel weer een keertje hier naartoe komen. Ja. Ja. Wat hoop je hier te bereiken? Ik hoop dat ik me hier weer verder kan ontwikkelen en een basisplek hier afdwingen en met Go Ahead mooie 2 jaar maken. Ja. Ik sprak Paul Bosveld eventjes net, die zei van een heerlijke speler, lange speler, maar vooral ook op echt gras. Ja, precies. Dat is echt iets wat echt mijn voorkeur heeft. Ik heb vorig jaar heel jaar op kunstgras gevoetbald. Dat was ook wel goed. Alleen ik ben toch meer een type speler op gras. Daar hou ik echt van. En dat is hier. Dus dat is hartstikke mooi. Ja, is dat dan ook het verhaal van Go Ahead Eagles wat jou overtuigt om hierheen te gaan? Nee, niet alleen het gras. Maar zeg maar, de eerste keer dat ik hier speelde, toen met Dordrecht uit had ik gelijk zoiets tegen mijn pa en mijn ma van zo, dat is echt wel, weet je, dat is dat sfeer in het stadion, is dat vol, dat is mooi, weet je, en mocht ik hier, ik had gelijk een goed gevoel al hier en dat had ik toen gezegd en dat dat aan het eind van het seizoen nog uitkomt dat ik dan hier naartoe mag, dat is hartstikke mooi. Ja, want je zegt er was veel sfeer in het stadion, maar het was misschien wel de slechtste wedstrijd van Go Ahead Eagles in het hele jaar, want jullie wonnen hier ruim. Ja. En jij scoorde je eerste doelpunt in betaalde voetbal. Ja, hier tegen Go Ahead Eagles. Ja, nee, dat klopt. Maar ik bedoel gewoon hoe het hier leefde, zeg maar. Hoe hier het veld opkwamen en entourage en zo was gewoon heel erg mooi. En wat de wedstrijd betreft, dat viel onze kant op. En dat was mooi. En zeker dat doelpunt was ook voor mij persoonlijk mooi. Maar we gaan dat zien. Supporters zijn hier erg kritisch, hè? Dus je kan je borst nat maken. Ja, nee, maar dat is ook goed. Ik denk dat ze dat ook mogen zijn. Ik werk hard, dus ik ga mijn best doen om de supporters hier tevreden te krijgen. Neem je Bolussen mee bij je eerste training? Als dat lukt, zou ik dat wel doen. Ja, ik heb die jongens in Dordrecht ook een keer getrakteerd op Zeeuwse Bolussen. Dus wie weet van wel, ja.